allemaal, leuk dat je weer kijken en ik ga je vandaag meenemen, want vandaag wil ik een dag uit mijn leven video en nou ja, ik moet wel een beetje opschieten nu, want ik ben me ondertussen aan het klaarmaken, ik ga zo meteen naar school toe, maar ik heb me net dus een beetje verslapen, dus ik moet wel even tempo maken, maar ik ga zo meteen eens naar school toe en daarna ga ik door naar Amsterdam, want we hebben een afspraak met de meiden van FAM en dan zien we elkaar weer, daar heb ik echt super veel zin in, dus ja, ik spreek jullie zo meteen weer. Ik moet niet echt even snel doorfietsen, want ik kan me dus vanochtend eigenlijk ik kom niet aan mijn borden. Eigenlijk verslapen, maar volgens mij traalt mijn linkeroog, dus deze. Ik heb echt het idee dat ik zit te tranen door de wind. Dat is echt super vervelend. Oké, ik moet echt even snel doorfietsen. Nou, het is nu even pauze en we zitten even buiten. Over wie hebben we het? Nee, ben jij aan het filmen? Want die lach is echt zo lelijk. Dit gaat er niet op. Ja, we zitten nu bij Duiten, dat is Maarten. En dat shirt. En die zag ik de vorige keer ook al. Hey, yo. Yo. Ze maakt Snapchat. Is dit te vloggen? Oh my god, Maarten. Dat heeft een paar dingetjes zitten. Dit is mijn klant. Ik moet alles fixen om dit huilen. Dat is echt mijn leraar. Ik ben gewoon eerlijk. Ja. Ik ben helemaal niet te zeggen. Yeah. Les nu 5 minuten bezig, maar echt. We doen helemaal niks. Moet je kijken, dit is echt heel ziek. Hallo daar, je moeder. Ja, mijn moeder. Wat doe jij? Wat is ze aan het doen? Je staat toch dat je loner zo zegt? Loner. Emoji. Jouw iPad is slow. Deze hartjes worden. Je iPad? iPod. Het zijn gewoon pot hoor. Ik weet het. Loner bij 2 jaar. Wat doe jij? Liz stuurt ook haar foto's. Ik stuur een foto gechoqueerd. Ze zijn de hele tijd Snapchats aan het maken. Hier, moet je wel kijken. Oh, en nu gaan we. Ik sta op Amsterdam en nu zit de Sharon. We zijn bij de Starbucks. Even kijken of ik zie. Ah, ja, Sharon is heel lang. Die kan je niet missen. Dus nou, ik denk dat ze binnen zit. Nee, ze staat ervoor. Oh, ik zie er al. Kijk aan. Oh, we zijn nu even aan het filmen en we gaan zo meteen eens voor een family video opnemen. En we zitten hier met z'n allen. We hebben daar Manon, Charlotte, Sharon en Masha. Ik ook. Maar de 50 mm net weer niet. Klopt, ja. Ik ben de video nu dus aan het editen. Dus even een dag later dat ik dit stukje dus nu even film. En ik kom dus achter dat sommige beelden best wel shaky zijn. En shaky. Best wel shaky zijn. En nou ja, sorry daarvoor. Ja, mijn camera deed dus best wel raar. Ik heb van mezelf niet de allerstilste handen. Dus sorry, ik hoop dat jullie het niet heel erg vinden. Maar ik heb dus ook zeg maar geen andere beelden. Want het is dus een vlog, dus... Ik ga kijken of het volgende keer kan veranderen. Maar voor nu, ja, ik heb niks anders. Het spijt me. Ik hoop dat het niet echt heel erg vervelend is, zeg maar. Nou, het eten is net aangekomen. We hebben echt allemaal heel erg honger. Dus we gaan eerst even eten. En dan gaan we verder met filmen. Oh, yummy. Dit zijn vega's. Dat is met tonijn, volgens mij. En die... Ja, die zijn ook met kip. Met kip, oké. Wat is er over? Dat is tonijn, toch? Dat is tonijn. Maakt mij helemaal niks uit. Tonijn vind ik ook vegetarisch. Ja, ik vind ook deze. Oh, het ziet er zo lekker uit. Wat is dit? Moet je kijken, allemaal team girls en allemaal team boys. Nee, je moet team girls. Allemaal dubbel fris. Ja, kom op, allemaal de team girls. Team girls is zoveel beter. Nou, wie heeft er dorst? Ik vind het wel super leuk. Ja, kijk, jij past heel goed bij team boys. Jij past heel goed bij team girls. Ik mag zo, een baby. Ik heb echt zo'n foto.
mijn blok zo. Ja, ik sta echt. Kijk deze outfitjes. Wacht even, Shannon. Shannon. Kijk hoe schattig ze zijn. Wacht even een close-up. Kijk, we hebben allebei. Mijn liefje gril. En mijn liefjes. En een madeliefjes trui. Hoe cute. Doe die brils op, Gianni. Wat zei je? Doe die brils op. Diva. En nog eentje. Kijk dan. Die grillen zo leuk, jongens. Ik zie jou in zo'n slaap bewegen. Echt zo cute. Ik vind dat voor jou ook. En Masha er OOTD. En Charlotte. Hoi. Hij is van Boe en hij is echt heel erg leuk. Ik heb mijn witte, ik heb mijn witte. Ze heeft niks een witte. Oh, oh, kopstoot, maakt niet uit. Zo, fijn. Zo, brandweer uit de weg. Wie zit er op mijn schoen? Wie zit er op mijn schoen? Wat doen we? Pak je toneel, toneel. Wij gaan nu weg, maar Marcia heeft nog een fotoshoot. Ja. Doeg! Doei, veel plezier! Oeh, oh. Wow. Oh, de deur gaat zo zwaar! Kracht jongens, kracht! Ik heb hem, dank je! En we staan nu weer buiten en ik sta hier met de rest en ik ga weer naar huis toe. Ja, we hebben net de video opgenomen en het was echt super gezellig en super leuk. Dus ja, het is ook weer tijd om naar huis te gaan. Anders wordt het wel heel laat. Charlotte zegt zo even gedag, want die gaat met de fiets. En Sharon en ik, we moeten met de tram. Lonely train. En Manon loopt daar in de verte. Die zie je niet meer, maar die gaat naar de auto. We hebben Marlies, onze held van de dag. Kijk, ik kwam Serena, Sharon en Tara nog tegen. En ze moeten heel erg rennen voor een trein. Oh. Kijk, ik moet nu ook heel snel weg. Anders mis ik mijn trein ook. Even kijken, oh shit. Rennen. Ja. Ik kan gaan lopen. Oké, okay. Nou, ik ben dus nu weer onderweg weer op het treinstation. En wat het dus heel toevallig was, Sharon en ik, waren nog langs de Starbucks gegaan. En toen zagen we Serena en Tara daar. Dus nou, we zijn nog even mee gepraat, super toevallig. En toen moest je heel snel naar de trein, dus vandaar dat je net zo omhoog zag rennen. Ik moet even uitchecken, niet vergeten. Hey allemaal, ik ben net thuis gekomen en het spijt me voor het hele slechte licht. En het feit dat ik er echt super brak uitzie, even serieus. Nou ja, oké. Ik vond het echt een super leuke dag. Op school sowieso was het best wel gezellig vandaag. Ook die Snapchats en zo. En daarna gewoon op kantoor. Echt super leuk. Iedereen is zo lief en zo leuk. En nou ja, ik ben echt super happy daarmee. Nu even gelijk zo meteen mijn bed in duiken. Make-up er snel afhaal. Ik wil nou best graag gaan pitten. En waarom zeg ik pitten? Zeg maar gewoon slapen. Dat was het. Ik hoop dat jullie deze dag uit mijn leven video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik volgende week weer. Doei!